Hoi, mijn naam is Geon Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Burton erbij gepakt de Custom X. Toch wel een van de paradepaardjes van Burton. Ja, gaat al zoveel jaar mee. Is al zoveel jaren succes in de lijn. Het is een vrij specifiek board. Het is een board dat, als het bij jou klikt, heb je echt een ontzettend goed board voor een hele lange tijd. Het is wel echt een pisteknaller. Als jij gewoon snelheid wil, controle wil, snel de piste af wil, dan is de Custom X toch voor velen wel eigenlijk het ideale board. Hij heeft gewoon een grote camber. Wil zeggen, bam, voorspanning. Wil zeggen, grip. Wil zeggen, pop. Controle, precisie. Zoals ik al zei, als jij een piste af wil raggen, wil je grip hebben. En dan wil je die precisie hebben. Dus dan wil je gewoon die camber hebben natuurlijk. Hij heeft een kleine setback. Wil zeggen dat de bindingen een heel klein beetje naar achter op het board zijn gezet. Dit kan je eruit halen. Je kan hem helemaal twin maken door je bindingen gewoon wat naar voren te zetten natuurlijk. Maar die kleine setback maakt hem net even wat stabieler als jij de piste afgaat. En geeft jou net ietsjes meer float als jij wel van de piste afgaat. Verder is het wel gewoon een complete twin. Wil zeggen dat de flex natuurlijk gewoon helemaal twin is. En de flex is stijf. Ja, inderdaad gewoon stabiel. Niet snel klapperen. Stijve flex. Dan heeft hij nog een Dragonfly Core. 600 geloof ik zelfs. Wil zeggen dat het een hele lichte kern is die erin zit. En die kern die hebben ze verstevigd met nog extra carbon. En vandaar ook zijn naam, de Custom X. Eigenlijk door het hele board heen lopen een soort staven van carbon. Zorgt ervoor dat hij eigenlijk die krachten nog beter kan verdelen over het hele board. Dat hij nog minder snel gaat klapperen en nog meer pop krijgt. En doordat het dus allemaal in die 45 graden ligt, krijg je allemaal X's. Vandaar de Custom X. Dan heeft hij nog onderop een sintered base. Nou, zoals ik al zei, als je snel wil gaan, dan moet je natuurlijk gewoon een sintered base hebben. Snel, sterk, goed blijven waksen, dan blijft hij ook snel, dan blijft hij ook sterk. Ja, zoek jij een board om gewoon lekker de pistes mee af te dragen, veel kilometers mee te maken, veel controle te houden. Kijk vooral even naar de beurt en Custom X, zoals je nu al aan het doen bent. Hartstikke goed. Wil je er meer over weten? Kom langs in de winkel, dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Burton Custom X, yo!